Ik sta hier vandaag voor de Minimal, hier voor Doortje Vintage. En ik ga Imke alles vragen over Doortje Vintage zelf, winkelconcept en natuurlijk over vintage in Rotterdam. Imke, wie is Doortje Vintage? Doortje Vintage is een bedrijf dat gestart is in 2006. Het is opgericht door de drie zussen Elisa, Angela en Diana. En hun oma heet Doortje. En ze hielden eigenlijk alle drie heel erg van vintage en wilden daar graag iets mee gaan doen. Omdat het natuurlijk, het is recycling van kleding op een hele positieve manier. Er wordt minder afval gecreëerd. En het zijn hele mooie items en echt unieke items en van goede kwaliteit. Toen zijn ze in 2006 een webshop gestart. Een aantal jaar later in Eindhoven ook de eerste winkel. En dan nu sinds ruim anderhalf jaar hier in Rotterdam in de Minimal. Waarom de stad Rotterdam? Het is natuurlijk een hele andere plek dan Eindhoven. En in Eindhoven hadden ze al een naam gecreëerd en mensen kenden het en kwamen daarvoor. En ze waren wel heel benieuwd hoe een andere stad erop zou gaan reageren. En Rotterdam en Eindhoven hebben op een grappige manier wel overeenkomsten. Ze zijn allebei rauwe steden met mensen die een hele eigen gedachtegang hebben. En was een uitdaging die ze aangegaan zijn. Als je dit aan hebt met gewoon een spijkerbroek en een wit hemd eronder, ziet het er weer anders uit. Dan is het weer heel anders. Rol je de mouwen op, hang je het jasje open, doe je een riem eromheen. Daarom probeer ik ook heel regelmatig de etalage te veranderen en daarin juist een beetje het hippe beeld van nu te vertalen naar vintage. Ja. Dan snappen mensen het ook beter. Wat houdt het nou precies in? Vintage precies is. Ja, oké, recycling, dan klinkt het meteen een beetje stoffig en moeilijk, maar dat is niet het belangrijkste. Een kledingstuk mag vintage benoemd worden wanneer het ouder is dan 20 jaar. En wij zijn gespecialiseerd vanaf de jaren 50 tot begin jaren 90. Ja. Want bijvoorbeeld dit is ook echt een beetje 80's, jaren 90-achtig. Wat willen jullie overbrengen met het winkelconcept? Wij willen wel een heel divers en een groot scala van vintage laten zien. Er zijn winkels die zijn meer gespecialiseerd in hele feestelijke jurken of juist hele draagbare items. En wij proberen het een beetje te mixen, zodat mensen echt zien, oké, wat droegen ze vroeger eigenlijk allemaal. En jullie zijn niet alleen maar sinds kort begonnen met heerkleding te verkopen, maar ook met servies en meubels. Ja. Waarom dat? Eigenlijk gaat het je kleden in vintage is natuurlijk een stijl die je uitdraagt. Maar dat mensen die vintage dragen, houden vaak ook gewoon van alle stijlen en kleuren van vroeger. En in een servies en in meubeltjes kun je dat natuurlijk ook laten zien in je eigen huis. En zijn de prijzen gewoon hetzelfde gebleven hier? Ja, jurkjes zijn rond de 35 euro en blousjes en shirtjes 18 tot 22 euro. Ja, de winterjassen zijn wel prijziger, vooral echte bontjassen. Zijn ze voor een bontjas nog steeds super goedkoop, maar zijn ze wel duur in verhouding tot de rest in de winkel. En, schoenen, dat varieert een beetje tussen de 20 en de 40, hangt van de laarzen af, van de kwaliteit. Hoe goed is de zool nog? Is er een nieuwe zool ondergezet? En dat doen we natuurlijk best vaak met schoenen. Maar we proberen de prijzen wel gelijk te houden. Natuurlijk kunnen we Doortje Vintage niet verlaten zonder dat ik zelf iets gekocht heb. Nou, ik zat zelf te kijken naar de oorbelletjes. Dat vond ik super leuk. Dus ik ga ze snel afrekenen voordat iemand mij voor is. En mocht je zelf nou ook een keer willen winkelen in Doortje Vintage, ze zijn woensdag tot en met zaterdag open. En elke eerste van de maand op een zondag. Dus kom snel.